Tijd om te beginnen aan het oudejaarsavondmaaltijd. De laatste is van Shari van Lid. Zou ik een fan zijn van Pikachu? It has made my content more meaningful for me. Ik ben echt op een stroll. Ik heb net weinig geschreven. Ik schreef over al mijn bezoeken tijdens mijn reis door Europa. En met dat ik nu net Wenen heb gedaan, is het dan tijd voor Bratislava. Ik ben in de omgekeerde volgorde aan het werken. Net een stukje over Bratislava geschreven. Ik kon er echt veel meer over vertellen. Ik heb super lang mezelf in die stad gewaand. Of ben super lang in die stad geweest. Maar ik vond het wel tof om de 5 leukste voor mij er toch uit te halen. En op 1 staat Devon Castle. Of mag ik dat nog niet zeggen? Ik denk dat ik nu iets ga doen voor blog januari, want ik wil gewoon een blogbericht online hebben morgen. Ik ga het toch een klein beetje anders doen. Het is namelijk nu 10:30. En ik ga een rijstwafel eten. Ik ga daarna vertrekken naar de bibliotheek. De ideale pauze. En ondertussen kan ik nadenken over hoe ik mijn blogbericht wil gaan formuleren. Ik wil namelijk als eerste gewoon schrijven over blog januari. En vertellen wat het is en wat het betekent. Aan het wandelen richting de bib. Met een lood zware zak vol boeken. Hallo, hier ben ik. En ik probeer ondertussen stiekem wat beeldjes te filmen voor mijn bibhol intro. Nu 11:20 en ik ga met een minder zware, maar nog steeds gevulde tas naar huis. Hey, ik kan een boekenhol tonen, want ik heb een intro. Maar ik ga dat niet doen, want het zijn allemaal boeken die ik eigenlijk wil gebruiken voor zijn of haar januari 2019. Dus dat ga ik niet doen. Als je wil zien welke boeken dat ik mee heb, ga januari mee. Als je wil zien welke boeken ik heb meegenomen binnenkort, in zij of haar januari 2019. Of misschien staat hij nu al online. Dat zou zot zijn. Tijd om te beginnen aan het oudejaarsavondmaaltijd. De oudejaarsavondmaaltijd. Help, mijn keuken. Oké. Ik heb al vegetarische tomatencrevet gemaakt. Ik ga dat straks proberen in mijn frigo te stoppen. Dan moet het beginnen lukken. Ik heb bloemkool mayonaise dip gemaakt. En ik heb het begin gemaakt over mijn heerlijke quiche voor vanavond. Ik ben nu aan het twijfelen of ik er 1 of 2 moet maken. Maar ik hoop dat 1 genoeg gaat zijn. Zeker als ik iedereen volstop met hapjes. Nu ga ik kaasblokjes maken en daarna ga ik beginnen aan de tomatensoep. Kleine tip, ik vind het al moeilijk om die groene bladeren van de prei te snijden, dus ik knip die gewoon. Ik vind het makkelijker. Je hoort Love Loves Beauty op de achtergrond, want de vlog met vlogs van Mondcolor heb ik al uitgekeken, dus het is nu Love Loves Beauty. En dan is het waarschijnlijk een mei tijd of zo, of een maart voor Lifestyle Spot. Tijd voor de eerste afwassessie van vandaag.
Hey, I'm almost naked. Maar ik heb een handdoek aan. Ik ga mijn make-up doen voor vanavond. Terwijl ik zit te drogen. Waar dat oudejaarsavond is, ga ik gewoon voor een simpel ooglok met het BE Essential 1 palet. Check! En nu ga ik mijn kleren aan doen. Lang genoeg naakt gezeten. Nog even aan het verlichten en dit is mijn outfit voor vanavond. Gewoon terug mijn jurk dat ik ook gedragen heb op Kerstmis, maar vandaag zonder kousenbroek. En dit hoort uiteraard niet bij mijn outfit.